waar nou het leuke is van dat liedje, dat doe ik ieder jaar. Er komen steeds meer vrouwen in dat clubje. Want een man moet nou helemaal knappen naarmate hij ouder wordt. Jullie hebben al gehoord, ik ben Lodewijk, uit de Waal van Lobbenzoom. En ik wou het vanavond eens met jullie serieus hebben over het feit dat een dokter het ook niet makkelijk heeft echt voor het ogenblik in de crisistijd. Ik heb er nog wat baantjes bij gezocht, want met alleen mijn eigen praktijk ging ik het niet meer redden. Ik ben bijvoorbeeld controledokter bij het GAK geworden. Ik ben bedrijfsarts. Ik ben in het ziekenhuis in Roosendaal gaan werken. Dan denken jullie natuurlijk makkelijk praten, wij betalen ons blauw aan de premies en alle toestanden. En dan jij ziet, ik ben help je eigen. Nee dus. Ik ga je vertellen, ik ben vorige week nog bij een collega van mij geweest. Ik zeg, collega, luister eens, mijn handen bibberen zo. Kun je dat wel aan doen? Hij zei, drink je veel? Ik zei, nou, val nog aan mij, want het meeste gaat ernaast. Ik zeg, maar nou ik hier toch ben, ik heb gehoord dat jij van een klein prulletje een flinke jongen kan maken. Hij zei, dat is waar. Ik zeg, wat kost dat nou? Hij zei, nou, voor 2 centimeter betalen ze 5000 euro. Hij zei, en voor 10 centimeter 20.000 euro. Ik zeg, ik vind dat toch een hoop geld, ook voor mij. Ik ga het vanavond eerst met mijn duifje over hebben, dan bel ik je morgen wel terug. Ik heb daarna nog die dokter weer gebeld. Ik zeg, luister eens, ik heb het met mijn duifje over gehad. Want ze hebben liever een nieuwe auto. Ik was ook op een fabriek. Een groentefabriek was daar. Zegt die man tegen mij. Hij zegt, ik heb een probleem. Hij zit ook mooi goed luisteren. Ik heb elke keer de neiging om mijn broek te laten zakken en mijn sjaal in de uiensnijer te stoppen. Ik zeg, oh jee, dat is levensgevaarlijk, dat moet je niet doen. Ik zeg, ik zou je pilletjes geven. En elke keer dat je dan de drang voelt om je broek te laten zakken, dan neem je een pilletje. En dan gaat wel goed. 14 dagen later zit hij bij mij op het spreekuur. Hij zei, die pilletjes die hebben helemaal niks geholpen. Ik zeg, wat dan? Hij zei, ik voelde het weer opkomen. Ik laat mijn broek zakken en ik stop hem recht in die uiensnijder. Ik zeg, oh lieve help. Ik zeg, en hoe is het afgelopen? Hij zei, ik ben ontslagen en de uiensnijder ook. Kom mijn mama maar binnen. Ik zeg, dat is lang geleden ik jou gezien. Hij zei, ja, dat klopt, ik ben ziek geweest. Hij zei, maar waar ik voor kom. Ik keek vanochtend in de spiegel en ik ontdekte dat mijn ene oog afwijkt van het andere. Ik zeg, welk oog? Ze kon ik hem uitleggen. Ik heb jullie al verteld dat ik ook in het ziekenhuis in Roosendaal werkte. Nou, daar maak je ook het een en ander mee. Ik kom daar aan de balie. Ik zeg tegen die muts die daar achter die balie zit. Ik zeg, ik ben Lodewijk en ik ben de nieuwe zaalarts. Ik buig me een beetje voorover om te kijken wat er op de naamplaatje stond. Monique Schuurman. Ze zegt, waar sta je te staren? Is mijn decolleté te laag? Ik zeg, heb jij borsthaar? Ze zegt, nee. Ik zeg, dan is die te laag. Ik zeg, maar daar kwam het niet voor. Ik zou het fijn vinden dat je met me meekomt naar de zaal om aan de patiënten voor te stellen. Nou, dat deed ze dan. Dus wij naar die zaal komen, we daar op die zaal binnen. Ze zei, de eerste twee bedden die zijn van Michiko. En die daar bij het raam, dat is mijn patiënt. Ja, oké. Dus ik zeg tegen die eerste patiënt, ik zeg, wat leg je hier voor? Hij zegt, voor aanbijen. Ik zeg, en wat doen ze daaraan? Hij zegt, aanstrijken met een spateltje. Ik zeg, even voor de rest nog wensen? Hij zegt, nee. Het gaat prima eigenlijk.
De tweede bed, exact hetzelfde verhaal. Ik zei, nou, dat gaat goed hier. Maar met de derde bed, ik zeg, wat leg jij hiervoor? Hij zegt, voor amandelen. Ik zeg, oh. Ik zeg, ja, wat doen ze daar aan? Hij zegt, aanstrijken met een spateltje. Ik zeg, heb je nog, nog wensen? Hij zegt, ja, ik heb graag mijn eigen spateltje. Je mag echt van alles mee. Komt er een vrouw op mijn spreekuur en zegt, dokter, ik heb al 12 kinderen en mijn man weet niet van ophouden. Ik zeg, ja, en? Ze zegt, hey, iets om te voorkomen dat ik weer zwanger word. Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, gewoon 10 diepe kniebuigingen. Ze zegt, voor of na de seks? Ik zeg, in plaats van. Zie je wel. Nou, lekker. Ik heb ook een tandartspraktijk geopend. Het was wel mazzel, want de eerste keer dat ik iemand in de stoel kreeg, dat was een heel mooi dametje. Ik bekijk dat gebit zo, ik zeg, dan moeten er 2 geplombeerd worden. Ze zegt, hoe? Ik krijg nog liever een kind. Ik zeg, dat kan ook, maar dan moet de stoel anders. Nou heb ik bij mij in de spreekkamer, zo aan de zijkant richting de wachtkamer, heb ik zo'n ruitje met van die jaloezietjes. Dus ik kijk zo tussen die jaloezietjes deur, dan zie ik de burgemeester zitten. Die van ons, hè? Met een kikker op zijn kop. Ik denk, laat die eerst maar binnenkomen. Dus ik roep hem, ik zeg, komt u eerst maar binnen. Hij gaat zitten, ik zeg, van mijn keer eraan. Die kikker zegt, het is begonnen met een puistje op mijn reet. Heb je hem gezien met die brand? Hij was op alles anders. Ongelooflijk. Ik zag hem smiddags om 4 uur al in het journaal. Ik zei tegen mijn duifje, ik wist niet dat die chemicaliën zo snel werken. En als je hem zag zitten, zo hé, zo, alleen zijn mond ging aan het op en neer. Hij bewoog helemaal niet. Maar ik weet hoe dat komt. Want toen hij namelijk klein was, toen zegt zijn vader tegen hem, Wimpie, als jij later groot bent en je wordt geknipt en geschoren, moet je heel stil zitten. En dat hij goed onthouden, voor de rest wist hij niet zoveel. Ik heb op de NOS gebeld, want elke keer, dan hadden ze me een paar vragen gesteld en dan draaide die camera weer weg. Ik zei, waarom doen jullie dan uit die camera steeds wegdraaien? Hij zei, als je die man in beeld wil zitten, brandt hij in je scherm. Ik heb hem ook gebeld, want hij zou 1 juli weggaan. Dan hadden wij ons eigenlijk al helemaal verheugd. Nou gaat hij in februari al weg. Ik zei, waarom ga je nou vroeger weg? Hij zei, ik heb er eens over nagedacht en ik denk dat er mensen zijn die meer man zijn dan ik. Er komt een verschrikkelijk mooi meisje binnen. Ze zegt, dokter, ik moet allemaal windjes laten. Maar ze ruiken niet. Ik zeg, kleed jij je maar uit en ga dan maar liggen, dan zal ik de zaak onderzoeken. Ze zegt, moet dan ben je al kwijt? Ik zeg, dat is voor mij wel prettiger dan. Ze gaat dan liggen, ik bekijk dat spul. Ik zeg, dat wordt opereren. Ze zegt, oh mijn kontje. Ik zeg, nee, aan je neus.